Heeft u nog een lege wand in uw woonkamer? Dan kan deze Henry de VIII voor 3.100.000 euro de uwe zijn. Voor de aardappelvroeters van Vincent van Gogh betaalt u zo'n kleine 2.800.000 euro. En Jezus aan het kruis van Rubens is goed voor 3,5 miljoen euro. Zelfs op de grootste kunstbeurs ter wereld, de TFAF in Maastricht, zijn zo'n bedragen uitzonderingen. Dat het ene schilderij meer waard is dan het andere, heeft met verschillende dingen te maken. Heel algemeen is dat in een veilingzaal vraag en aanbod natuurlijk. Schaarste en de kwaliteit. Primair kwaliteit, maar als kwaliteiten gelijk zijn, dan gaat het om schaarste van de voorstelling, van het formaat. De herkomst is heel belangrijk. Is een schilderij altijd in één of hand geweest, of is het heel vaak verhandeld, of is het in één familie gebleven voor de afgelopen 100 jaar? Is het schilderij bekend op tentoonstellingen? Is erover gepubliceerd in de literatuur? Dat zijn facetten die mee de waarde bepalen. In het geval van de kaartspelers van Paul Cézanne speelt er nog iets extra mee. Tous ces artistes qui font des millions d'euros sont des précurseurs. C'est eux les premiers qui ont initié cette technique, utilisé ces couleurs. Il ne faut pas oublier que au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, on n'osait pas encore les couleurs. On était encore très dans l'esprit peinture flamande, assez foncé. Et certains artistes se sont dégagés de ça totalement et ont osé la couleur, ont mis des femmes nues dans les tableaux, ce qui était évidemment interdit par la religion en même temps. Et tout ça, ce sont des concepts qui ont fait évoluer la peinture. Maar zelfs dan 200 miljoen euro? Ver van mijn bed, ik denk het toch wel. De prijsrange waarin ik handel is van 50.000 euro tot maximaal 750.000 euro. En soms een uitschieter naar boven tot misschien 1 miljoen euro. Maar dan houdt het bij mij helemaal op. Kunstobjecten die meer dan 1 miljoen euro op een veiling opbrengen, maken dan ook maar 0,1% van de hele kunstmarkt uit. De totale verkoop was in 2008 goed voor meer dan 42,2 biljoen euro. Die omzet is te danken aan kunstverzamelaars overal ter wereld. Niemand begint met de ambitie om verzamelaar te worden. Je constateert achteraf dat je verzamelaar geworden bent. Eerst denk je dat de behoefte gestild zal zijn als je dat mooie schilderij hebt verworven wat je graag wil. Maar als je dan over je schuldgevoel heen bent gestapt dat je zoveel geld hebt uitgegeven, dan komt er een tweede schaap over de dam en een derde. En als er dan plotseling 10, 20 of 30 schilderijen om je heen hangen, dan schrik je en dan denk je, oei, ik ben kunstverzamelaar geworden. Verzamelaars kunnen op verschillende plaatsen schilderijen kopen. Niet alleen bij handelaars op beurzen of in galerijen, maar ook op veilingen. Ik ben begonnen, zoals iedereen, met schilderijen te kopen van de kunsthandel. Dat wil de kunsthandel ook heel graag. En die maken je bang. Die zeggen, nee, jij kunt op zo'n korte termijn niet het inzicht hebben in de conditie en de authenticiteit van een werk. Nee. Vertrouw maar op onze expertise. En dan betaal je wel wat te veel misschien, maar dan heb je in elk geval een goed schilderij. Maar ik heb me er zo hevig voor geïnteresseerd en ik heb me er zo hevig voor ingezet, dat ik na een bepaalde periode zelf op de veilingen begon te kopen. Dag meneer, kom maar binnen. Ja, het is een beetje zwaar. Niks recent als restauraties, het is goed. Een handelaar helpt een verzamelaar dankzij zijn expertise bij het kopen van een schilderij. Maar kopen op een veiling heeft ook zo zijn voordelen. Vous avez la certitude de ne pas faire une folie quant au prix, puisque vous avez quelqu'un qui a mis, enfin, ou plusieurs personnes qui ont enchéri jusqu'à un certain palier. Vous levez la main la dernière fois, vous l'avez, et donc vous n'avez jamais donné qu'une enchère de plus que plein d'autres personnes. Et ça, c'est quelque part le juste prix. C'est vraiment le métier où la loi de l'offre et la demande est vraiment parfaite. Maar het kopen op veilingen houdt ook wel wat risico's in. Wanneer je in een veilingzaal zit en dat schilderij komt onder de hamer, dan laat je je vaak meeslepen door allerlei lelijke gevoelens. Zoals bezitsdrang of woede dat iemand anders dat tegen jou gaat zitten bieden. En uiteindelijk komt het dan voor
dat je veel meer betaalt voor een schilderij dan je eigenlijk van plan was geweest. Maar je moet niet veel geld uitgeven om kunst te kopen. In ons land worden 9 op de 10 kunstobjecten op een veiling verkocht voor minder dan 5000 euro. Zelfs als je kunst wil kopen als investering, kan je het met minder doen. Le seuil, on va dire réellement un seuil pour un investissement est à peu près le seuil de 3000 euro. À partir de là, on peut vraiment dire qu'on a placé de l'argent et que cette œuvre va faire une plus-value. Si on achète une œuvre de 500 euros, on se fait plaisir, mais les probabilités que ces 500 se transforment en 1000 ne sont pas énormes parce que à la base, l'œuvre est moins qualitative. Voor die lege wanden in uw woonkamer heeft u dus geen 3 miljoen euro nodig. 600 tot 800 euro zijn al genoeg om ze op een originele en mooie manier op te vullen.